Over een paar weken gaat het nieuwe studiejaar weer van start. En dus zijn duizenden nieuwe studenten weer op zoek naar woonruimte. Een studentenkamer vinden is deze tijd zo makkelijk niet. Maar daar vonden Sebastiaan en Dorian een oplossing voor. Zij bouwden hun eigen studentenkamer in de vorm van een tiny house. Ja, nou, het begon eigenlijk als een schoolproject van mij. Voor mijn profielwerkstuk. En toen had ik nog flink onderschat hoeveel tijd het ging kosten in mijn examenjaar. En toen hadden we een tussenjaar genomen, allebei. Ja. Toen hebben we samen heel veel eigenlijk. Dus er zitten heel veel uren in. Ja. Onderschat je enorm bij zo'n klein huisje. Maar het is eigenlijk gewoon evenveel werk als een groot huis, alleen nog kleiner. Toch komt dit schoolproject nu wel goed van pas. Ja, het is natuurlijk best wel moeilijk om een kamer te vinden. Toen duidelijk werd dat we allebei in dezelfde stad wilden gaan studeren, zijn we allebei heel hard gaan klussen aan het huisje. Ja. En toen is eigenlijk ontstaan van, we zijn al wel 3,5 jaar samen onderhand. Dus het is ook wel leuk om gewoon samen te gaan wonen. Ja, zeker. Ook wel een keer tijd. Hier gaan we slapen. Hierboven, daar zit ook nog een grote lichtkoepel met een iets verhoogde ruimte waar we dan kunnen slapen. Hier zo komt de trap om naar boven te gaan. En dan komt, waar jij nu staat, zeg maar, daar komt de keuken. Hier komt nog een bank en een zithoek. En dit wordt een beetje een studeerplekje, bureautje. De basis van het huis is een zeecontainer. Maar het is heel wat werk om zo'n container om te bouwen tot studentenkamer. We hebben eerst een boerenkar als onderstel gekocht. Daar hebben we toen met een vrachtwagen met een kraan achterop hebben we de zeecontainer erop gezet. Die hebben de buren toen helpen met erop te lassen. En toen moest die nog helemaal geschuurd worden, geverfd, ramen eruit geslepen. Een stuk van het dak eraf geslepen, zodat het wat hoger kon worden. Een heel skelet aan de binnenkant gebouwd, geïsoleerd. Hout erop gedaan. Douche gemaakt. Muren gemaakt. Muren gemaakt, vloer gemaakt. Kozijnen gemaakt. Kozijnen gemaakt. Badkamer gemaakt, die bijna helemaal af is. Kast, bed. Ja. Nou, hier is de badkamer achter de schuifdeur. En hier zo voor komt de wc. Er komt een composttoilet eigenlijk. Het is een soort van wc. En hier komt de douche. En daarboven zit ook nog kastruimte. De lastigste opgave is het vinden van een locatie waar de container kan komen te staan. Via Facebook deed het stel een oproep waar inmiddels al flink gehoor aan is gegeven. Ja, we hebben meerdere opties. Ja, wonderbaarlijk genoeg. Wonderbaarlijk genoeg. Ja, mensen die echt hun plek gewoon aanbieden van, die kunnen we gewoon bij ons komen kijken om te gaan uitzoeken of het wat wordt. Ja. We zijn al op meerdere plekken geweest en we zijn nu aan het kijken wat de beste optie is. Ja, we worden meer overladen met keus nu dan dat we te weinig keus hebben. Dat hadden we echt niet verwacht. Ja, wat zochten jullie precies? Wat voor plek? Een plek waar we gewoon de stroom aan kunnen sluiten. Maar dat is niet heel veel werk. Dat is gewoon één stopcontact. Maar dat moet je wel buiten een stopcontact hebben. Waar we water aan konden sluiten. En een plek waar we konden staan voor onze hele studententijd. Het leven in een tiny house is misschien niet iets waar deze studenten al jaren van dromen. Maar ze hebben zeker zin in dit nieuwe avontuur. Nou, ik vond dat wel echt heel erg leuk. Ja, ik ook. Ja, het is wel een beetje ook ontstaan eigenlijk. Ja. Nu is het natuurlijk wel een droom die uitkomt uiteindelijk. Ja, zeker. Dat,